Het is vandaag zaterdag en je zou misschien denken, hoe kan dat dan? Kim, waar is de weekvlog? Er is afgelopen zaterdag geen weekendvlog. Of komende zaterdag komt er geen weekendvlog. En deze maandag is dus geen weekvlog, maar een weekendvlog. Dus even anders, dit is dus wat er afgelopen zaterdag en zondag is gebeurd voor jullie. En niet een week terug. Het is namelijk zo dat ik dus de hele week nog niet heb gefilmd. Niks. En daardoor heb ik dus nu geen weekvlog. Ik ben heel erg druk bezig geweest de afgelopen week. Ik heb belangrijke gesprekken gehad, ik heb gewerkt. Dus het was eigenlijk vrijwel heel weinig om om te filmen. Dus dat heb ik dus niet gedaan. In ieder geval, welkom. Zaterdag, het is 6:06, 's morgens. Ik was om 5:30 al op. Het is namelijk zo dat ik moet werken vandaag een ochtendje en morgen ook. Dus ja, dan gaan we dat maar doen. In ieder geval ben ik wel lekker wakker, dus daar ben ik helemaal blij mee. Ik heb koffie gezet in mijn nieuwe positive mok. Positive vibes mok. Echt leuks van de HEMA. Echt een hele leuke mok. Zoals jullie weten, ik ontbijt nooit. Ik heb daarentegen wel ontbijtgranen Liga meegenomen. Twee. Zodat ik die kan eten in de koffiepauze. Want dan ontbijt ik vaak pas. Ik kan 's morgens vroeg niet echt eten. Het is alleen maar echt koffie drinken. Dus ja. Mijn zorgjasje hangt al klaar aan de stoel. Mijn tasje staat al klaar. Kijk, jongens, dit is tegenwoordig de tas die ik meeneem naar mijn werk. Kijk mijn hoofd. Hij is net zo groot als mijn hoofd. Dit is super kleine rugtasje, maar één ding. Alles zit erin als ik zo'n halve dag heb, want ik hoef alleen mijn koekje mee te nemen. En even een heel klein flesje drinken. Voor als ik of naar huis ga of als we tussendoor nog even wat drinken. Dus vrijwel niks nodig. Dus dat is altijd het fijne van zo'n halve dag. Als ik een lange dag heb, neem ik waarschijnlijk ook die tas mee. Maar dan neem ik een koeltasje mee waar dan mijn brooddoos in zit. Dat is het enigste extra wat ik mee moet nemen dan. Maar goed. De make-upje en alles is al gedaan vanmorgen vroeg, jongens. Ik stond om 5:30 al in de badkamer. Mij echt klaar te maken. Ik moet wel zeggen, ik begin de laatste tijd wel steeds meer moeite te krijgen om uit mijn bed te gaan. Ik weet niet hoe dat is. Normaal was het altijd nooit moeite. En nu wel. Dus ik hoop dat het niet blijft. Dat het maar even tijdelijk is. Vandaag op de planning dus tot 12 uur werken. En daarna dan ga ik naar huis. Tenminste, mijn vader pikt me op. En we gaan naar Nijkerk toe. Waar de kleine baby's ook vandaan komen. En daar moesten ze dingen brengen. En ze moesten daar ook nog een paar dingetjes regelen. En ze wilden nog een paar dingen doen. Dus die gaan weer lekker heen vandaag. En ik blijf vandaag hier. Ik heb ook überhaupt niet zin om mee te gaan. En ik zei van joh, ik ben van thuis hier bij de diertjes. Ik heb geen zin om wel het werk weer helemaal in de auto te zitten en dan morgen weer te moeten werken. Dus ik heb vandaag lekker mijn gemakje. Maar het goed is ook wel lekker weer. Dan ga ik gelijk even checken. Kijk hoe leuk mijn achtergrondkoers is. Dat is mijn achtergrond. Ik heb Maxima's achtergrond. Superleuk. Alleen word ik er nu ook knettergek van. Dus misschien ik gewoon een screenshot moet maken. En het daarbij houden. Maar goed, in ieder geval. Ik ga even kijken wat het weer doet vandaag. Het weer, jongens. Mijn telefoon had helemaal vast. Het wordt vandaag 21 graden. Nou, dat is lekker. Geen regen. Dus dat betekent geen vest meenemen. Nee, alleen mijn jasje aan. Dat heb ik gisteren trouwens ook, maar toen moest ik ook nog lopen naar huis, naar mijn werk. Dat was wel een beetje fris. Dat vond ik niet zo leuk. Maar goed, maar niet uit. Ik ben er nog. Ik ben niet weggebreid. Ik ga even mijn vader wakker maken boven de tent dat hij nog ligt te slapen. Dat was gisteren. Ik zeg, breng me morgen of moet ik zelf? Nee, zegt hij. Ik blijf even liggen, ga mezelf. Dus, oké, prima. Pak de metro.
Kijk, als hij me kan brengen, dan vind ik het vaak fijner. Want het kost me wat minder geld. En als ik zelf moet, vind ik het ook geen probleem. Want ik vertrek op zich dezelfde tijd. Het is niet dat ik een uur eerder de deur uit moet of zo. Maar als hij me kan brengen, dus scheelt het mij weer wat geld. En ja, als hij dan toch weg moet, maar ja, nu is zaterdag. Hij zegt nee, ik word er vroeg uit, want ik moet nog wat dingen doen. Dus uiteindelijk moet ik me toch wakker maken. Dus dat ga ik ook doen. Goed, nu is klaar met werken. Omgekleed. En we lopen lekker bij het tapcentrum in Dongen. Daar zou dus een kranenboek gaan, maar helaas. En nu loop ik met Jut en Jo. In het tuincentrum. Dat is weer eens wat anders. Zijn wel leuk. Hoe duur zijn ze? Godsvermogen zeker. Sorry? Ze zijn zeker een godsvermogen. Gratis. 5,99. Zo. Daar. Niet zo gillen. Oh nee, kom maar terug die kant op. Nee. Rij maar met je car. Goed, we hebben vanmiddag na thuis nog even Mackie gehad. Zodat we vanavond niet helemaal uitgebreid hoeven te eten. Maar ik had in één keer trek. Dus ik heb net lasagne gegeten. En ik heb dan gewoon echt een hamburger op en friet en 20 kipnuggets. Dat ik dacht, ik heb trek. Dus ik heb net gewoon lasagne gemaakt. En dat lekker opgegeten. Mijn moeder heeft mijn was gedaan, dus dit ga ik zo meteen allemaal opbergen. En opvouwen. Ik ben verkouden door de warme maaltijd. Ik ben niet echt verkouden. Rio! Hij kijkt heel boos. Dus waarschijnlijk gaat hij zo boos worden. Kom! Zachtjes! Hij ziet zijn eieren. Even kusje. Hey! Zachtjes! Niet slopen! Gekkie! Maar goed, ik ga in ieder geval even douchen. Rio wou niet op zijn boom. Dus ik zeg, of je gaat daar zitten, of je gaat mee. En hij wou niet op zijn boom. Dus ik neem hem mee onder de douche. Goed, ik had heel eventjes het idee dat Rio er net mijn camera had gesloopt. Maar hij leeft nog. Ik heb een sapje gehaald. Ik moet nog even medicijnen nemen. Maar ik ga wel. Zo ook lekker slapen. Ik heb net lekker de hele avond met Ash gebeld. Ook die is iets geks van plans voor mijn verjaardag nog extra. Dat ik zeg, jongens, jullie hebben al cadeaus. Jullie nemen me mee. Nee, we willen toch nog iets geven. Nou, oké. Ik heb trouwens mijn zilveren sieraden weer omgedaan. Voor wat anders. Dat is weg. Mijn outfit klaargelegd voor morgen. Schoenen staan klaar. Sokken heb ik hier. Die moet ik uitdoen. En jongens, ik ga lekker in mijn bed induiken. Ik
heb ook heerlijk ingesmeerd met bodylotion en van alles, dus daar ben ik helemaal blij mee. Maar het is nu wel tijd om zo lekker te gaan slapen. Dus ik ga deze kussen van mijn bed afhalen. Hoe lekker zacht ze ook zijn. Daarmee slapen is niet zo fijn. Maar dus ook Ash is met gekke dingen bezig voor mijn verjaardag. Ik denk, waarom? En allemaal nu al. Ik ben pas hier nog zesjarig. We hebben nog ruim een maand te gaan. Maar schijnbaar wil iedereen dat snel doen. Waarom ik denk, waarom? Waarom moet dat allemaal snel? Het hoeft helemaal niet allemaal snel. Godsamme. Het hoeft helemaal niet allemaal snel. Maar goed, het zal aan mij liggen. Ik ga in ieder geval wel zo lekker slapen. Ik ga nog heel even op mijn telefoon. Lang leven dat die hier naast me ligt. Nog heel even een filmpje kijken op TikTok of zo. En dan ga ik lekker slapen. Dus ik zie jullie morgenochtend, jongens. Dan is het zondag en het is morgen vaderdag. Ik heb mijn vader zijn cadeautjes al gegeven. Mocht ik dat morgen vergeten te vertellen zijn. Mijn vader heeft voor vaderdag technisch Lego al gehad. En hij heeft voor zijn verjaardag, want hij is de dag daarna jarig, maandag. Heeft hij een leren zwarte armband van mij gehad. Dus ja, die draagt hij nu ook al, heeft hij ook al gehad. Hij is wel heel blij mee, daar ben ik ook blij mee dat hij blij mee is. Dus hij heeft eigenlijk alles al gehad, dus hij krijgt verder niks meer morgen en maandag. Maar dat vond hij niet erg, dus dan vind ik het goed. In ieder geval, ik ga lekker slapen. Trouwens, ik las laatst nog een comment onder mijn video's van, joh, je bent elke keer zo verkouden, waarvoor werk je dan? Je mag dan helemaal niet werken, nee dat klopt. Maar ik ben niet echt verkouden, het is bij mij meer een avond- en ochtendverkoudheid. Op de dag heb ik er geen last van. Maar omdat ik vroeger heel veel slangetjes in mijn neus heb gehad. En zondes en van alles en zuurstof en van alles. Zijn er heel veel korsten in mijn neusholte en zo gaan vormen. Waardoor dat zeg maar een beetje dicht en verstopt zit. En daardoor lijkt het alsof ik heel erg verkouden ben. Ik haal eerder mijn neus op om lucht te krijgen. Dan dat ik mijn neus ophaal om snot terug in te snuiven, om het zo te zeggen. en dat is het reden waarom ik het soms en vaak wel benauwd heb. Omdat vroeger mijn longen ook niet helemaal volgroeid waren. En ik dus heel veel zuurstof en dingen heb gezeten. Ben ik redelijk snel buiten adem. Ben redelijk snel moe ook. En het lijkt er dus ook af en toe alsof ik verkouden ben, maar uiteindelijk is dat dus helemaal geen verkoudheid. Maar is dat dus gewoon omdat mijn neus gewoon heel erg droog en verstopt zit. Door de warmte of door de kou. Met warmte heb ik er meer last van dan kou. Dus vaak is de zomer voor mij wel echt een pittige periode. Maar dat wil ik even mededelen. Dus nee jongens, ik ben niet verkouden. Maar 's morgens is mijn neus helemaal dicht. En zo ook 's avonds, af en toe, in dit geval wel. Goed, goedemorgen allemaal. Toen zat ik in één keer buiten. Het is vandaag zondag. Ik heb niet gewerkt. Ik heb me helaas ziek gemeld. Ik heb de hele nacht op de wc gezeten met buiklopen. Dus dat is heel jammer, vervelend. Maar voor de rest op zich. En een rustige ochtend gehad. Ik heb eigenlijk gewoon continu heen en weer gelopen vanmorgen naar het toilet. Ik heb enorm veel buikpijn. Ik heb net even een paar crackertjes gegeten. En het rotte is dat een normaal mens kan Imodium innemen tegen de diarree. Ik mag dat niet, in verband met darmen. Als ik dat doe, dan staat alles gelijk weer maanden vast. Ik ben wel even gestopt met het laxeerzakjes en dingen die ik altijd neem, elke dag. Want ja, straks blijft dit aan de gang. Maar ik ben lekker buiten gaan zitten. Mijn ouders zijn even boodschappen halen. Ik heb even een theetje gemaakt. En mijn oortjes erbij gezet. Ik heb net even een eerste foto gemaakt. Ik heb even een hele theetje gemaakt. En ik zit gewoon lekker in de tuin te genieten en lekker rustig aan te zitten. Wat muziek op mijn telefoon te draaien. Gewoon alles lekker. Het gemakje. Is ook wel eens lekker.
Dus ja, dat ben ik hier lekker aan doen. Goed, inmiddels heb ik heel even op mijn bed gelegen. Voel ik me nog steeds niet lekker. Ik voel me heel erg flauw en heel leeg ofzo. Ik weet niet precies wat ik moet zeggen, maar niet in ieder geval heel erg lekker. Waar ik trouwens niet tegen kan, is dit. Kus op de grond, dekbed, helemaal leuk. Slippers hier in mijn kleding die ik eigenlijk vandaag aan zou doen. Ik kan daar gewoon niet tegen. Ik vind het vreselijk dat het allemaal ligt. Dus dat ga ik zo even opruimen. Maar ik ga eerst even wat drinken halen beneden, want ik heb wel dorst. Dus dat gaan we maar even doen. Let's go. Goed. Ik heb net mijn glas helemaal opgedronken. Of nee, mijn glas niet. Ik heb de inhoud opgedronken. Maar ik ga even douchen. Misschien dat me dat wat meer opknapt ofzo. Ik voel me echt gewoon heel... Ik heb ook bijna niet geslapen vannacht. Ik heb tussendoor ook bijna niet kunnen slapen. Omdat ik overdag gewoon niet kan slapen meer. Ik heb gedoucht en ik dacht ik ga gelijk even een maskertje opdoen, dus zodoende heb ik dat nu zojuist gedaan. Ik ga deze even lekker intrekken en dan ga ik mijn haar ook een beetje fatsoeneren. Ik moet zeggen, door het douchen voel je wel eventjes iets dat je denkt, hè, ik voel me wat opfrisser, ik voel me wat fijner, ik weet niet voor hoe lang, maar ik voel me wel iets fijner. Dus dat is fijn. Het is fijn dat ik me fijn voel. Goed, inmiddels, ik weet niet eens wat het laatste wat ik heb gefilmd. Volgens mij dat ik gedoucht heb of zo, dacht ik. Ja, het maskertje had ik, volgens mij heb ik dat gefilmd, maar ik weet het niet meer. In ieder geval jongens, het is laat op de avond nu. Ik ga slapen, heb alle lampen uitgezet op deze lamp en daar. Die doe ik zo uit. En ik ga lekker slapen. Dus ik zeg, ben even kijken naar deze weekvlog, weekendvlog, hoe je het wil bekijken. En ik zie je volgende week bij een nieuwe.